In één deelnemer komt Driedik naar voren, dat is Magnum de Liton. Bas Krebas kondigt het al aan, als hij vlak blijft kan hij vandaag een kans hebben om voorin mee te doen. Macht heeft hij genoeg, we hebben vandaag ook al Looping de Liton gezien. En nu zien we Magnum de Liton die met grote stap het veld voorbij gaat. En Magnum de Liton komt uit op plaats 2 en ook aan hem wil Bakker de kop niet kwijt. 17-1 de tussentijd. En zo hebben we de eerste kilometer gehad van net onder de 1.15. De binnenkant Jace Renkaar die nu niet meer af wil geven. Magnum de Liton die aandringt aan de buitenkant. En daarachter volgt dan aan de relingzijde op plaats 3 Marco Swish. Vierde gaat heel makkelijk mee naar voren aan de binnenkant. Michael W. En die kan gelijk door naar het tweede spoor. Want Most Wanted PK heeft vandaag echt moeite met de bocht. En staat iedere bocht zowat stil. Staat nu weer op plaats 5 of 6. Aan de buitenkant komt naast de Mr. Vredebest. Paarden gaan de rechte lijn overzijde door. En de leiding is daar in de buitenkant licht voor Magnum de Liton. Probeert daar Jace Renkaar voorbij te gaan. Maar Jace Renkaar geeft aardig partij. 13-6 de tussentijd en met z'n tweeën lopen ze wat weg bij Michael W. die een wereldkoers loopt met Stefan Schoonhoven en ligt nu al op plaats 3. Zo gaan de paarden de laatste bocht opzoeken en die voorste twee die hebben een flinke jas uitgedaan. Aan de binnenkant Jace Renkaar, aan de buitenkant daarnaast Magnum de Liton. In de wachtkamer, halverwege de Tjarda bocht, ligt Michael W. Uitgeschakeld nummer 13 telgang en galop, nummer 13 telgang en galop. Mark Schermer eruit en zo gaan de paarden de laatste rechte lijn inkomen en Jace Renkaar verweert zich. Aan de buitenkant Magnum de Liton, daarachter komt heel voorzichtig naar het derde spoor Michael W. Drie paarden op een lijn en Krebas neemt nu over met Magnum de Liton. Magnum de Liton voor weer de gele Canaries. Zou die het gaan redden? Michael W. gaat het nog wel proberen. 13-9 de laatste 500 meter en Krebas wint de sweepstakes. Michael W. wordt tweede en plaats 3 voor de deelnemer die bijna stil stond. Jace Renka. Kan ook zijn dat hij net geklopt is voor plek 3. Kijken zo meteen even naar de foto. 14-2 voor de winnaar. En de voorlopige uitslag van koers 5, de Sweepstakes M, Hengsten en Ruijs, is 2-1, 12-3-6 voorlopig. En de winnaar, dames en heren, dat is geworden paard nummer 2, Magnum de Liton met Bas Krebas. En ze winnen hier in een tijd van 1-14-2. Er is een erekans gesponsord door de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen. En die gaan we straks proberen om het hoofd van het paard te krijgen. Magnum de Liton, een... In eigendom van Stal de Gele Canaries, wonnen vandaag al met Looping de Liton. Nu met halfboer Magnum de Liton. Bas, de eerste klassieker is binnen. Ja, werkelijk fantastisch. Ik had niet gedacht dat ik hier zo makkelijk zou winnen. Ik was heel bang met een druk veld dat hij zou springen. Maar ik kwam aardig goed van start. Ik denk tempo gaat naar beneden gelijk rijden. Want hij is net als Looping, hij is onbeperkt sterk. Hij lijkt heel erg op elkaar. Iedereen zou denken, Bas die heeft een mooie positie gevonden. Maar daar dacht je anders over. Nee, beste positie voor deze kop of naast het koppaard. En dan tempo maken, douwen en... Ja, dat is ook zeer enorm vooruit dan naar de derby natuurlijk, als je gezond blijft. En, ja, super. Maar het is halverwege, het is super. Won vorig jaar hier de Jonkerprijs, de beste voor 2 jaar Hengst en Ruins. Ik kan me toen herinneren dat je zei, ik wil nog een keer de derby winnen en ik denk dat het met dit paard gaat gebeuren. Ja, dat denk ik ook. Kijk, ik word ook een beetje oud. Het moet van het jaar gewoon wegwezen. Dat is makkelijk, want deze onbeperkt sterk. Je hebt zelden zo'n sterk paard voor elkaar. Dus ook die 2600 meter op Duimlecht moet normaal geen probleem zijn? Nee, dat past me beter. En die lange rechten, dat past me ook nog veel beter als dit. Dus ik had echt niet gedacht dat ik vandaag zo makkelijk kon winnen. Proppen er nog in. Ja, laatste ronde 13 nog wat. Ja, werkte fantastisch. Werelds, Fokker is Ecurie de Liton. Ken je die mensen ook persoonlijk? Jazeker, er zijn al een aantal keer geweest. En hebben deze ooit al, als je een goed jaar oud, liep je met een tuigje op in het land. En toen hebben ze ook al gezegd dat wij hem konden krijgen. En toen zei die man al, en dat hij net voor de kruis is, de beste van de hele familie die ik gehad heb. En dat lijkt er ook op. Mooie woorden. Zit hij ook mee te kijken vanuit de livestream? Dat weet ik niet, maar ze zitten er, dacht ik, altijd nog wel bij in. Super, Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. We gaan Magnum Liton terugvragen bij de huldiging voor de erekrans van de KHRV. Er wordt even met trainer en rijder Bas overlegd of dat gaat lukken. Of dat hij misschien om de schouders moet van de buis van Stal de Gele Canaries. Magnum Liton, dames en heren, is een 3-jarige bruine ruin van Varenne uit River de Liton. Gefokt door Ecurie de Liton. In eigendom van de Gele Canaries Noord, trainer en rijder Bas Krebas. En daar gaat hij hoor, die erekrans van de KHRV. Het is de beste 3-jarige Nederlander van dit moment, Magnum de Liton. En wat een feest is het, dames en heren, hier bij de huldiging met al die mede-eigenaren van de Gele Canaries. Ze hadden al een winnaar met Looping de Liton, dat was slechts warm draaien. Want Magnum de Liton, dat is iets fenomenaals. Tweede aankomende is de 1 Michael Way, derde de 12 Mr. T Star Lake. Vierde de 3, Jace Renka en vijfde de 6, Mr. Vredebest. 2-1-12-3-6. Dat is de officiële uitslag van koers 5, de Sweepstakes M, Hengsten en Ruins.
En dan gaan we een lange ereronde zien van Magnum Litton. De beste dus bij de driejarigen, bij de hengsten. We gaan straks de beste medley ontdekken. Maar eerst een applaus voor Magnum Litton en Bas Krelas. Start is gevallen. Start valt en er wordt in het midden van de baan flink gas gegeven. Onder andere door Marco Swish. Marco Swish wil de leiding wel hebben en krijgt hem ook. Jace Renka ligt op plaats 2. De buitenkant is al onderweg naar voren. Most Wanted PK. Maar die moet even door het derde spoor. Galoppade in de start van het veld van Montoya. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. Paarden gaan de bocht hoor. En daar heeft nog steeds de leiding Marco Swish, maar niet lang meer. Jace Renka is erachter vandaag gegaan en die wil de leiding overnemen. Gaat hij nu ook doen. Most Wanted PK blijft daarentegen aan de buitenkant hangen. Daar is John Dekker weer niet blij mee. Aan de binnenkant naast hem ligt de 6 Mr. Vredebest. Daarachter aan de buitenkant Magnum de Litton. En de opening is 1-12-1. Daar komt Most Wanted PK aan. Dekker denkt ik maak van de nood maar een deugd en rijd door naar voren. Spoorvorm is vrij. Hij ligt inmiddels al op plaats 2. Maar dan moet hij Jace Renka nog voorbij. En Jace Renka houdt aardig tempo. Jace Renka aan de buitenkant Most Wanted PK. Die zich in de bocht wat scheef maakt. Lijkt wat moeite met die bocht te hebben. Daarachter aan de relingzijde ligt Marco Swish. Daarachter in het tweede spoor volgt dan Mr. Vredebest. En één deelnemer komt drie dik naar voren. Dat is Magnum de Litton. Bas Krebas kondigt het al aan. Als hij vlak blijft kan hij vandaag een kans hebben om voorin mee te doen. Macht heeft hij genoeg. We hebben vandaag ook al Looping de Litton gezien. En nu zien we Magnum de Litton die met grote stap het veld voorbij gaat. En Magnum de Litton komt uit op plaats 2. En ook aan hem wil Bakker de kop niet kwijt. 17-1 de tussentijd. En zo hebben we de eerste kilometer gehad van net onder de 1.15. De binnenkant Jace Renka die nu niet meer af wil geven. Magnum de Litton die aandringt aan de buitenkant. En daarachter volgt dan aan de relingzijde op plaats 3 Marco Swish. Vierde gaat heel makkelijk mee naar voren aan de binnenkant. Michael W. En die kan gelijk door naar het tweede spoor. Want Most Wanted PK heeft vandaag echt moeite met de bocht. En staat iedere bocht zowat stil. Staat nu weer op plaats 5 of 6. Aan de buitenkant komt naast de Mr. Vredebest. De paarden gaan de rechte lijn overzijde door. En de leiding is daar in de buitenkant licht voor Magnum de Litton. Probeert daar Jace Renka voorbij te gaan. Maar Jace Renka geeft aardig partij. 13-6 de tussentijd. En met z'n tweeën lopen ze wat weg bij Michael W. Die een wereldkoers loopt met Stefan Schoonhoven. Ligt nu al op plaats 3. Zo gaan de paarden de laatste bocht opzoeken. En die voorste twee die hebben een flinke jas uitgedaan. Aan de binnenkant Jace Renka. Aan de buitenkant daarnaast Magnum de Litton. In de wachtkamer halverwege de Tjarda bocht ligt Michael W. Uitgeschakeld nummer 13 telgang en galop. Nummer 13 telgang en galop. Mark Schermer eruit en zo gaan de paarden de laatste rechte lijn inkomen. En Jace Renka verweert zich aan de buitenkant Magnum de Litton. Daarachter komt heel voorzichtig naar het derde spoor Michael W. Drie paarden op een lijn en Krebas neemt nu over met Magnum de Litton. Magnum de Litton voor weer de gele Canaries. Zou die het gaan redden? Michael W. gaat het nog wel proberen. 13-9 de laatste 500 meter en Krebas wint de sweepstakes. Michael W. wordt tweede en plaats 3 voor de deelnemer die bijna stil stond. Jace Renka. Kan ook zijn dat hij net geklopt is voor plek 3. Kijken zo meteen even naar de foto. 14-2 voor de winnaar. Hier kijken we naar de finishfoto, dames en heren, voor de derde plaats. Dat scheelt weinig. En daar komt aan de buitenkant als een raket naar voren.
Of aan de andere kant was de raket leeg, zo kun je het ook zeggen. Ze komen precies naast elkaar binnen. De 12 Mr. T. Starlek, die vandaag debuteerde. En de 3 Jace Renka. Rechter van aankomst gaat bekijken wie hier de neus voor heeft.